even teruggrijpen op gisteren, als ik toch nog veel van die berichtjes zit. Jongens, het was gisteren de laatste van mei. Vandaag was de eerste van juni. Oké, zo dadelijk als we Higo nog hebben, dan heb ik... Rick van Vee, u wel bekend, die nog eventjes een goed mooi detail heeft. Hij heeft natuurlijk nogal wat Spaanse woorden tegenwoordig in zijn vocabulaire. Dus bedankt Rick, we komen er zo. Beuken 0800-1122, welke houseklassieker wil jij erop pompen? Met wie spreek ik? Ja, goedemorgen Michel weer een keertje. Hey Michel, house life, are you okay? Ja, uiteraard wel goed. Oké, lekker. Ik ben benieuwd, welke heb je? Ik heb er eentje uit 1989, Steve Poindexter, Work the Motherfucker. Zo, dat zijn de klassiekers. Maar is dat is niet van Come On, Let's Work? Nee, dat is Work That To The Bone. Nee. Even kijken, Steve Poindexter. En Work That Motherfucker. Leuk zeg, maar ben jij echt zo oud dan? Sorry? Ben je echt zo oud? Nee, ik ben er liever van die tijd. Dus ik vind er gewoon leuke nummertjes van. Dit zijn echt classics aan go-go. Eens even kijken. Hallo, NPO Radio 2. Met wie spreek ik? Hallo, met Erwina. Hallo, ik had er eentje. Oh, sorry. Ik ga er eentje voor een house classic. Ik ben benieuwd, Erwina. Heepje en heepje, ik lig op mijn kussen, stel te dromen, maar dan? De 89 versie, ook de vierde op Spotify trouwens. Erwina. Ja. Doe eens even normaal. Ja, het was in 89 en ik was de enige die al die singles had opgekocht. Nou, dat is niet waar, want ik heb een singeltje ook. En ik moet eerlijk zeggen, ik was het vroeger, ik vond het ook leuk. Ik bedoel, het was een rood singeltje, weet ik nog. Ah, het blijft leuk, man. Ja, kom maar, leuk. Wat zeg. Goed, ja, sorry dan. Kind of music is this. Ja. Ja, ik ben het oud. Ja, oké. Ik ken hem echt van sample tot sample. Ja. Ja. Ik heb ook zoveel gekocht. Nou, ik had er gewoon eentje. Ik had er voor de rest allemaal aangestapt, denk ik. Ja, goed, lullen is lullen. Het is gewoon een breakbeatje, check this out. Oké, Erwina, je hebt me overtuigd, hij zit erbij. Blijf even hangen. Super, ja. Als het dan wordt, word ik gek. Maar goed, hallo, NPO Radio 2. Goedemorgen, ik ben Lex, jongen. Hey, Lex, jongen. Oh, ik heb vandaag hier een teken gehad, jongen. Dus al kort excuses. Want ik wil Rex Anthony met For You, Maureen. Oké. Rex Anthony. En is dat, is dat gewoon zo'n wijze takkenplaat dan, of zo? Nee, dat is voor jou zo'n hardplaat wel. Ja, oké. Maar dat mag. Jazeker. Eens even kijken. Rex Anthony. Yes. En hoe heet hij, zei je? For You, Maureen. Oké, dan. Ik ben heel benieuwd, jongen. Ah, ja. Oh, ja. Even gaan, jongen. Nou, het is in ieder geval een divers pakketje geworden vandaag. Lex, op het moment dat het toevallig niet deze Rex Anthony wordt, ga jij dan voor Work That Motherfucker? Ja, ik ben de andere in het nek. Oh, oké. Dat is duidelijk. Laten we kijken, hoe zal ik deze game spelen? Ik moet het. Ik doe het zo. Michel. Ja. Als het nou niet jouw classic wordt, ga je voor Rex Anthony? Voor You Marlene? Of ga jij voor Happy and Happy? Ik ga toch voor
Oké. Okay. Ja, kom op jongens. Oh shit. Erwina. Ja. Op het moment dat het nou niet happy en happy gaat worden, en ik had het niet durven denken toen ik vannacht opstond, maar ik denk dat ik zelf echt heel graag happy en happy had willen draaien. Echt wel. Maar het gaat hem niet worden, vrees ik. Dus ga je dan voor Rex Anthony met For You Marlene of Work That Motherfucker? Rex Anthony. Ja! Yeah! Oh, goed zo hoor. Yes, jongen. Nee, ik ga het vanmiddag ook leuk. Oké. Nou, lukt het een keer, jongen. Zet hem aan. Oké, okay, hij staat al aan. Oké. Hey, houdoe, jongen. Oké, fijne nacht. Ja, we hebben een beuker. We hebben een beuker te pakken, hoor. Rex Anthony. For you, Marlene. En een beetje voor jou dan ook, Lex. Giel, can you feel it? House classic.